Je ziet dit soort boeken waarschijnlijk elke dag op school. Maar wie bepaalt nou eigenlijk wat erin staat? En dus wat jij moet leren? Ik denk Mark Rutte. Ja, welkom in onze drukkerij. Ze zeggen gewoon dat die mensen stinken. Hoe lang duurde de 100-jarige oorlog? Je hebt twee soorten mensen als je boeken voor het nieuwe schooljaar binnenkomen. Of je krijgt er helemaal zin in. Ik heb iets binnen en ik ben er echt super blij mee. Dit is mijn fucking boekenpakket. Of je denkt, wegvakantiegevoel. Ook mijn school is weer begonnen. Nederlands, Duits shit, Frans, Engels, godsdienst, economie en management, organisatie. Tja. Maar als je de boeken van die vakken eens goed doorbladert, zie je af en toe dingen waarvan je denkt, dat is best gek. In een aardrijkskundeboek staat dat je geen buitenlanders in een rijke buurt ziet. Ja, om te poetsen, staat er. Ja, en dat stukje tekst had de uitgever zelf ook ontdekt. Die heeft dat in de nieuwe versie aangepast. Maar op sommige scholen gebruiken ze het oude boek nog wel. Maar wie bepaalt nou wat er in een schoolboek of in een les die je online krijgt eigenlijk staat? Ik denk Mark Rutte. Ja, oud-docenten. Ja, uitgevers. Ik denk minister of zo. De overheid. Ja, en dat horen we vaker, dat de overheid rechtstreeks leerlingen zou indoctrineren. Dat hebben we even uitgezocht. Ja, heel soms heeft de regering een plan waarin ze heel specifiek zeggen wat jij moet leren. Zo staat er nu in de plannen van de regering dat iedereen meer moet leren over het Wilhelmus. Maar dit Wilhelmus is echt een uitzondering. Meestal bepaalt het ministerie van Onderwijs heel algemeen wat je per vak moet weten. En dat schrijven ze ook op in de kerndoelen. En dat is een officiële lijst. Niet eens zo groot, zijn 6 pagina's. Maar daar staat dus bijvoorbeeld bij wiskunde dat je goed naar de onderbouw moet kunnen rekenen met tabellen, grafieken en formules. Ja, en bij geschiedenis staat dat je moet leren over monniken en ridders, stoommachines en de wereldoorlogen. Nou, ik weet niet of jij dat allemaal nog weet, maar ik was benieuwd hoe dat bij jullie er een beetje in zit. Hoe lang duurde de 100-jarige oorlog? 100 jaar. Nee, 80 jaar denk ik. Ik denk 80 jaar. Nee, het is 80 jaar geworden toch gewoon. Oh ja. 150? 116 jaar. We hebben een kenner in de house. 116 jaar. Volgende vraag. In welke eeuw werd de stoommachine uitgevonden? 19e eeuw. 17e eeuw. Moeten die 20 ook erbij doen? 15e eeuw. Wat? 16e eeuw? Nee. De 18e eeuw. 18e eeuw. Dus dat makkelijke vragen waren. Ja. Waarom ligt het dicht bij mij? Als ik een drankje koop van €4,80. Maar ik krijg daar 25% korting over. Hoeveel betaal ik dan? €1,20, denk ik. Wat, 25? Ik ga een klein kopje koffie halen. Ja. €3,60? €3,60 is goed! Hoe weet zij dat? Ik weet het niet. De laatste vraag aan jullie. Teken een parallelogram. Wat? Een parallelogram? Teken hem. Doe. Ik heb geen idee. Dat heb ik zo'n hekel aan. Ja, zo schuin. Zoiets, geloof ik. Ja. Ja, zo. Is een rechthoek? Nee. Een parallelogram. Oh, dat? Dit is een parallelogram. Ja. Yeah. Voor de mensen die meededen en niet alle antwoorden wisten, geen paniek. Het was bij mij ook een beetje weggezakt. Er zijn dus regels over wat jij moet weten. Voor de bovenbouw iets meer dan voor de onderbouw vanwege de examens. Maar het is uiteindelijk altijd je school die bepaalt hoe de les wordt gegeven. En dus ook welke boeken ze daarvoor kiezen. En een uitgever maakt die boeken. Die huurt experts en leraren in om het te schrijven en zorgt ervoor dat het gedrukt kan worden. En in de drukkerij rollen nu al de schoolboeken voor volgend jaar van de band. Ja, welkom in onze drukkerij. Nou, ja. Het is hartstikke druk. We zijn met man en macht bezig om alle spullen bij de leerlingen te krijgen. Dus ja, op dit moment worden er honderdduizenden boeken gedrukt die uiteindelijk op het bureau van de leerling moeten landen. Hoe bepalen jullie uiteindelijk wat er in een schoolboek komt? Wij werken met auteurs en met hen hebben wij gesprekken over oké, als we dit leerdoel willen halen, hoe komen we dan daartoe? En dat zijn creatieve keuzes die wij als uitgeverij maken samen met de mensen uit het onderwijs zelf. Schrijvers van je schoolboeken mogen dus helemaal zelf bepalen hoe ze alles opschrijven. Er komt ook wel eens wat kritiek op, want soms vinden mensen de schoolboeken te links of te rechts. En er zijn zelfs politieke partijen geweest die daar een speciaal meldpunt voor hebben opgericht. Ja, en er zijn ook nog andere mensen die vinden dat er niet genoeg aandacht besteed wordt aan bijvoorbeeld seksuele voorkeuren of het slavernijverleden. Maar hoe lastig is dat ook, hè, om als schrijver te bepalen wat er dan wel en niet in komt? Nou, dat vroeg ik aan Jan Wolter, want die schreef mee aan lesmateriaal van geschiedenis.
Nou, ik vind het niet moeilijk, maar het is wel moeilijk. Want je hebt eigenlijk een opdracht van de Nederlandse regering en die bestaat uit een paar zinnen. En ga maar schrijven. Je moet je ontzettend beperken tot de hoofdlijnen. Een van die dingen die bijvoorbeeld heel erg op mijn leerlingen destijds binnen is gekomen, waren de aanslagen op 13 november in Parijs. Fusillade dans le centre de Paris. Plusieurs explosions ont été entendues. Dat was een vreselijke gebeurtenis. En volgens mij de maandagmorgen kwamen leerlingen bij me. Meneer, komt dit in de geschiedenisboeken? En ik moest ze teleurstellen. Ik zeg, nee, ik denk het niet. Daarna kwam nog een aanslag in Londen. Aanslag in Manchester bij het concert van Ariana Grande. Dat zijn voor leerlingen hele belangrijke dingen. Alleen in een geschiedenisboek zal het een soort verzamelterm worden. Ongeveer eens in de 5 jaar doet een schrijversteam grote aanpassingen aan boeken. En er worden, als het nodig is, zelfs hoofdstukken op de schop gegooid. Dus zo'n schoolboek verandert nogal eens. En dat zie je pas echt goed in het Onderwijsmuseum. Want daar liggen heel veel boeken van 100 jaar geleden. Maar als je daar nu in kijkt, zie je af en toe dingen waar je nu dan toch wel een beetje van schrikt. Over het algemeen zijn de Papoea's vreselijk vuil. Ze wassen zich nooit en verspreiden een onaangename geur. Ze zeggen gewoon dat die mensen stinken. Dat zeggen ze. Ze zeggen ook dat die mensen nog in de oertijd leven. Dit zou je echt niet meer kunnen schrijven. Hoe komt het dan dat het toen wel kon? Nou, toen had men een andere kijk op de wereld. En wij dachten dat onze manier van leven en onze manier van in de wereld staan, ja, veel beter was, 1000 maal beter dan hoe die Papoea's daar leefden in die tijd. En er waren meer voorbeelden. Er waren er ook oude boeken met daarin woorden die super kwetsend zijn voor heel veel mensen. En ik vind het zelf ook vrij arilex om ze uit te spreken. Maar er stond daar dus roetmop en neger in. Nou ja, dat zijn woorden die je nu op die manier nooit meer in een schoolboek zou tegenkomen. Ja, en waarschijnlijk staan er nu ook dingen in onze schoolboeken waarvan wij over 40 jaar denken, dat kan echt niet meer. Je hebt het al heel vaak in geschiedenisboeken over slaven. Maar eigenlijk zijn het gewoon ook mensen. En het zijn tot slaafgemaakte mensen. Want wat is het verschil tussen slaven en slaafgemaakte? Dan zou er een onderscheid zijn tussen slaven en mensen. Maar slaven zijn mensen. Wat ga je dan doen? Ga je dan in je boek dat op die manier zo opschrijven? Ga je het met tot slaafgemaakte mensen zetten? Dat kan een heel belangrijk verschil zijn. Ben je nu bezig met een geschiedenisboek? Ja. En wat is het dan geworden? Slaaf tot slaafgemaakte. Op dit moment wordt er weer opnieuw naar dit document gekeken waar we het net ook al over hadden, die kerndoelen. En waar nodig worden ze ook aangepast. Experts en leraren willen bijvoorbeeld voor geschiedenis dat je straks meer gaat leren over de geschiedenis van je eigen woonplaats. Ja, en als dat straks ook een nieuw doel wordt, dan worden de lessen daar ook weer op aangepast. Maar ja, daar ben jij lang van school af. Vergeet niet te abonneren zodat je niks mist. En laat ons in de comments even weten waar we de volgende keer in moeten duiken, wat we kunnen uitzoeken, wat we voor jou kunnen betekenen. Dan duiken wij erin en gaan we ermee aan de slag. Yes, doei! We'll be right back.